Volgende week vrijdag is er opnieuw een overlegcomité. En deze morgen heeft de minister-president blijkbaar een ballonnetje opgelaten om de beslissing rond de terrassen terug op tafel te leggen. Nu, ik zou het fijn vinden als de minister van Cultuur een keer de cultuur- en evenementensector zou op tafel leggen. En niet om snelle versoepelingen aan te kondigen, integendeel, maar vooral om duidelijkheid te verschaffen en vooral om de sector het signaal te geven dat de politiek hen niet vergeten is. Ik denk dat dat minstens even belangrijk is. Dank u wel.